Het grootste vaderdagcadeau. Nog een paar sluizen en dan kunnen ze laat in de avond vastliggen. Lekker zondag naar papa en mama. Natuurlijk verheugt de jonge schippersvrouw zich ook op een heerlijk weekend met haar kinderen. Het zou niet goed zijn als het anders was. Maar daarnaast vindt ze het ook fijn om het ouderlijk huis op te zoeken. Nu zijn ze er nog allebei. Ze belt naar huis. Mogelijk heeft mama een leuk cadeau-idee voor papa. Maar mama weet het zo gauw niet. De man die vroeger gevaren heeft, is geen echte hobbyist. Hij doet eens graag wat voor zijn kinderen. Dat zeker. Houdt zich bezig met vrijwilligerswerk en kijkt naar gedane arbeid televisie. Maar lezen of muziek luisteren, daar heeft hij niet zoveel mee. Dus een boek of een cd kopen, hoewel goed bedoeld, nee, dat is geen echt cadeautje. Dus geeft mama haar de raad om het papa eens zelf te vragen. Waarop de man zijn dochter een zeer verrassend antwoord geeft. Iedereen is gezond. En wij wonen hier heerlijk aan de haven, waar de schapen nu lopen. Wat wil ik nog meer? Het grootste cadeau voor Vaderdag is dat jullie er zondag allemaal zijn. Zijn dochter is er een beetje stil van. Want heel vaak heeft ze weinig tijd voor haar ouders. Op vrijdag is het haaste om de kinderen van het internaat te halen. Langs haar ouders de post oppikken en weer terug naar boord. Op zondag is er ook al amper tijd voor een bezoekje. Want ze wil haar kinderen zo lang mogelijk bij zichzelf aan boord houden. Eigenlijk zijn haar ouders een beetje een sluitpostje. Als ze heel eerlijk is. Ze mist het, niet vaker naar huis te kunnen gaan. En soms voelt ze zich ook best wel schuldig. Daarom zijn hun telefoongesprekken meest wat langer. Dat wel. Maar uit het antwoord van haar vader blijkt nu weer hoe belangrijk zijn kinderen voor hem zijn. Heeft ze zich dat wel ooit gerealiseerd? Vraagt de jonge vrouw zich af. Is het echt zo moeilijk om eens wat meer tijd voor deze mensen te maken? Zeker nu ze wat ouder worden. Ze hangt na het gesprek met haar vader nog een poos met haar moeder aan de lijn. Ze hebben het over het weer. Over de vlaaien die besteld zijn. En over de koude schotel die mama zelf gemaakt heeft. Over de kleine van haar broer die alweer verkouden is. Over papa die deze week langs de huisarts moest. Hij begint nu duidelijk te verouderen en daar maakt haar moeder zich toch wel zorgen om. De dochter schrikt daarvan. Haar vader, die nog zoveel kan en doet. De jonge vrouw vertelt dat ze deze week niet aan de wal kon en daarom geen cadeau voor papa heeft. Maar ook mama herhaalt dat ze zich daar niet druk over moet maken, want het grootste cadeau is dat zijn hele gezin bij elkaar zal zijn met Vaderdag. Toch laat het de dochter niet los. Had ze nu werkelijk niet eerder voor haar vader wat kunnen kopen? Op zondag gaan ze bijtijds van boord. Haar broer met zijn gezin zit al in de tuin. Mama komt met vlaai en koffie. En voor de kinderen limonade. De kleinsten hebben een mooie tekening voor opa. De man zegt hier heel blij mee te zijn en hangt ze allemaal meteen op. Hij luistert aandachtig naar de verhalen van het jonge spul. Hij is echt gelukkig dat ze er allemaal zijn. Dat is duidelijk te zien. Mijn vader, gaat er door de jonge schippersvrouw heen. En ze maakt een foto van de man met zijn kleinkinderen, zodat ze hier toch nog een verlaat, mooi vaderdagcadeau van maken kan.